Zullen we? Ik heropen. We gaan stemmen, dames en heren. Laatste keer van het oude jaar. Staakt uw gesprekken. We gaan stemmen. Stemmingen over de moties ingediend bij het debat over de najaarsnota. Maar het is echt de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris om hier grote stappen op te zetten. Ik hoop dat het nu gaat gebeuren. Ik zal zelf geen moties indienen, voorzitter. Ik zie u al goedkeurend knikken. Dank daarvoor. Maar ik heb wel diverse moties van collega's die ook al heel lang met het thema zijn meegetekend. Dank u wel, voorzitter. U bedankt. Van de heer Krul van het CDA. En we gaan niet nu vandaag zeggen, als u de motie aanneemt als dreigement, dan hou ik mij niet meer aan de afspraken. Zo werkt het niet. Ik zou zeggen volgende motie. Ik stel vast dat die dus nu gewoon ontraden is. En nu gaat er iets mis, voorzitter. Klopt het dat Mutler, Nismer, Bikker, dat de motie 7 is? Want die staat bij mij op 8, maar ik heb nu 2 achten. En ik heb geen 7. Motie 7 begint constaterende dat mensenhandel een grens- en regio-overschrijdend probleem is. Ik heb hem even niet voor me, voorzitter. Dus het gaat even... Binnen 2 tellen is het opgelost. Het is opgelost. Ja, dank u wel. Ja, dat is duidelijk. Hoe kon ik anders het vergeten? Prima, we missen nog een oordeel over motie nummer 6. Er wordt op rechts... Ik ga eens even kijken, voorzitter. Dat is die hele lange motie van mevrouw Helder. Nee. Oh, die is ontraden. Die heb ik, daar heb ik van gezegd, voorzitter. Wil mevrouw Helder die samen met de andere 2 indieners... Ja, dat is niet gebeurd. Ja, Helder. Ja, Helder, Helder. Ja. We gaan door met het volgende debat. Zit naar daar. Dus dat is de hele punt... Ja. Ja, ze is wat verrechts. Ja, het is zo snel kan het gaan, voorzitter. Dat is perspectief, voorzitter. Gaan we het zo over het borrel nog even over hebben. Dank, voorzitter. Volgens mij aan mij de eer om de laatste motie voor te lezen. Of heeft u nog heel veel mensen staan? 2. Kijk, de lijst is uitgebreid. Ja, het zijn geduchte motie-indieners. Ik ga het gewoon proberen om volgend jaar dan de laatste te zijn. Ja. Vasthouden, controleren voordat ze doorgaan. Is dat wat u wil? Ik probeer u te begrijpen, omdat dit volgens mij best wel vergaand is. Kort afrondend. Ja, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik schors 5 minuten en dan gaan we... Voorzitter, dan wil ik nog wel 1 ding zeggen. En dan hecht ik eraan om hier te benadrukken... dat voor de BBB, zoals ik in het debat gezegd heb... het voor ons echt menens is. Er moet iets aan de instroom gebeuren. En we hebben vandaag weer een aantal concrete voorstellen gedaan... om daar iets aan te doen. En daarmee ook uiteindelijk de mensen in Ter Apel te helpen. Want dat is hard nodig. Dank u wel. Heel goed. De laatste spreker van dit jaar... is de heer Cederen van de fractie van de ChristenUnie. Het woord is aan de staatssecretaris. Oh, 1 seconde, want we zijn nog niet klaar met het uitdelen van de moties. Ja. Dus mevrouw Koekoek in het kabinet. Motie 3. Nou, vraag nog even kort. Nou ja, omdat er... een korte vraag van mevrouw Potts. Ga ik toch nog even een poging doen? Ja, maar heel kort, hè? Om toch te kijken of ik het niet inderdaad op oordeelkamer kan krijgen. Want ook dan moet het ergens anders af. Ja. Hetzelfde, dus... Helder, helder. Kort nog even, mevrouw Keizer. Ja, heel door. Kort. Ik ben het daarom mijn verzoek, als ik er nu van maak, verzoekt om te bezien of er beschikking kan worden gesteld aan. Ontraden dus. Volgens mij, voorzitter, als ik het goed begrijp, hoef ik over motie 7 geen oordeel te geven. We hebben wel vaker moties gezien in deze Kamer waarin de Kamer iets uitspreekt en dan volgt er geen... appreciatie van het kabinet. U heeft fel opgestoken in die periode dat hier zit. De heer Ceder? 9, oordeelkamer. Maar dan heb ik ook nog motie 10 voor u. Dat is nou jammer. Ja. Want die heb ik niet. Die heeft u niet. Nou, dan is hij altijd oordeelkamer. Kan iemand motie 10 aanleveren aan de staatssecretaris? Eerst nog even een vraag van mevrouw Keizer. Sorry, voorzitter, ik ben even de motie aan het lezen, want ik had hem dus niet. Ik geef deze oordeelkamer, voorzitter. Dan danken we de staatssecretaris. We wensen hem een prettig reces. Hij blijft nog even bij ons. Dat vindt hij, geloof ik, gezellig bij de stemmingen.
Hij is altijd welkom in deze herberg. Ik schors tot 8:30 en dan gaan we stemmen. 20:30 stemmingen. En dat geldt ook voor nummer 9, dat we het met die dekking niet eens zijn. Ja, zo gaan die dingen wel eens. SP, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, DENK. GroenLinks, PvdA en Forum voor Democratie. Ik hield het even spannend. Nummer 3, motie van der Lee over de huur. Hij is verworpen. DENK, Volt. Volt niet. Herstel. GroenLinks, Partij van de Arbeid, zei ik al, ja. De heer Baudet. Ja, ik wil graag een stemverklaring afleggen over de stemmingen die nu aan de orde zijn. Dus die onder punt 4. Wilt u dat ik die nu doe of op een ander moment? Ik ben toch geschorst, dus ik heb alle tijd. Ja, dat mag u nu doen. U bent geschorst, maar u mag deelnemen aan de stemmingen en een stemverklaring hoort daarbij. U heeft 1 minuut. Ja, voorzitter. Vandaag bleek wat het probleem is voor de democratie op het moment dat je dus Kamerleden gaat schorsen. Nee. Dit gaat want er waren diverse debatten waarin de stikstofthematiek aan de orde kwam. En daar gaan we nu over stemmen. En wij hebben dus niet kunnen uitleggen wat onze positie is in deze thematiek. Wij zijn namelijk de enige partij in deze Kamer, dat bleek ook in het debat vandaag, die van mening is dat er geen stikstofprobleem bestaat. Überhaupt niet. Er is überhaupt geen stikstofprobleem in onze ogen. Er is niet noodzaak om een ander soort beleid te voeren. Er is niet een reden om ander soort oplossingen aan te leggen. Want er is überhaupt helemaal geen probleem, is onze opvatting. Die mening hebben wij niet kunnen uiten vandaag in de Tweede Kamer tijdens de debatten. Ja. En daarom zouden kiezers misschien nu niet kunnen weten, die op ons gestemd hebben een paar weken geleden trouwens, niet kunnen begrijpen waarom wij dingen gaan stemmen zoals we zo meteen gaan stemmen. Maar dat weten we nu. En uw minuut is voorbij. Ja, dank u wel. Het is allemaal duidelijk. U heeft uw stemverklaring afgelegd. Met goed gevolg. Dat is DENK. En alleen mevrouw Katman, begrijp ik dat nou? Nee, het is alleen DENK, ChristenUnie, SGP, BBB, CDA, Forum voor Democratie, PVV. BBB heb ik die genoemd. En hij is verworpen. SGP, de ChristenUnie, niet de SGP, VVD, zodat zij is verworpen. Ja, ze is verworpen. BBB had ik genoemd. Dat was het. En PVV wel of niet? We zijn bij 31,95. Ik wil het nu weten. Voor. PVV. Maar dat wijzigt de uitslag niet. En daarmee vinden we in het kader van het zeer zware middel het staatsrechtelijk niet zuiver om de motie als zodanig te steunen. Nou, dan is het ook weer helder. Dank u wel. Forum voor Democratie, CDA. Forum voor Democratie niet, sorry. Ja, CDA heb ik genoemd en BBB heb ik ook genoemd. En daarmee is hij aangenomen. 700. Hoe werd daar de CDA meegenomen, als ik vragen mag? Ja. Ja, ze werden het niet meegenomen, want ze stemden namelijk niet voor. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik kan het niet mooier maken dan het is. We zullen het stenogram doorgeleiden. Motie 705, de heer Baudet. Ik wil graag ook hier iets over zeggen. Want we hebben allerlei moties nu besproken als stemverklaring, wil ik iets over zeggen. Ja, maar stemverklaring moeten we hier doen. Oké, graag. Ja, ik wil er iets over zeggen, want we hebben dus nu een aantal allerlei moties over terreur en opsporingsmiddelen en terreurlijsten en visumverboden en zo. En wij noemen dit CIA-moties. En als de Kamer, en wij zijn natuurlijk geschorst, dus wij konden geen moties indienen, we mochten niet meedoen met het bespreken van hiervan. Maar als de Kamer het serieus zou nemen,
vrijheid, democratische rechten, dan hadden we toch op zijn minst hier een motie gehad over het gratie verlenen aan Julian Assange. Ja, over ja het maar dat is geen stemverklaring. Het uitnodigen van Edward Snowden. Als de mensen hier geen puppets waren, geen kniebuigers waren voor de Amerikaanse geheime diensten, maar het Nederlandse belang. Sorry, ik heb u uitgezet, want het is geen stemverklaring. Dit soort flauwe kulmoties allemaal, die alleen maar een politiecontrolestaat dichterbij brengen. Dank u wel. En ons op geen enkele manier veiliger maken. Dank u wel, dank u wel. Stemming onder 7. Stemming over moties ingediend bij het 2-minuten debat. Programma Nieuw Sociaal Contract. Oh, volt niet. Daar gaan we weer herstel. Al dus besloten. Ja, dat was het, beste mensen. Voorgangers van mij die hielden dan altijd lange kersttoespraken. Maar ja, ik zit hier te kort om iets te hebben voorbereid. Dat is om een lang verhaal kort te maken. Ah! Ik wist wel dat ik op de valreep toch nog populair zou worden. Ik dank de heer Van den Burg die hier de hele avond voor ons heeft gezeten en de borrel op zijn departement daarmee heeft gemist. Ik wens u een zalig kerstfeest, gelukkig nieuwjaar. Kijk uit, doe geen gekke dingen. Ik zie u over 3 weken. Ik sluit het parlementaire jaar.